dames en heren. Welkom bij deze allereerste uitzending van het Volvo Ocean Race Journaal. De hele week zijn we bij u vanaf Scheveningen om alles mee te beleven rondom die Volvo Ocean Race. Vandaag een spannende dag, want vandaag was de finish. Ja, en dit zijn dan de beelden van die laatste etappe van Göteborg naar Scheveningen dus. En dat was enorm spannend. Drie boten, die maken nog kans op de eindoverwinning. En de Chinese Dongfeng met de Scheveningse Carolijn Brouwer passeert uiteindelijk als eerste de finishlijn. En dat betekent dat zij de Volvo Ocean Race hebben gewonnen. Carolijn Brouwer, ze heeft een appartement hier op Scheveningen. Zij wint dus met de Dongfeng de Volvo Ocean Race in haar thuisstad. Ja, de boten hebben dus eindelijk aangelegd hier in de haven van Scheveningen. Na 8 maanden zeilen, 8 maanden afzien op de wereldzeeën. Een korte terugblik op de Volvo Ocean Race 2017-2018. 8 months of relentless racing, 12 cities pushing every inch to win over 11 legs in brutal conditions. The gun is gone and that is a great start. Op 24 oktober 2017 beginnen 7 boten aan de allerzwaarste zeilrace ter wereld, de Volvo Ocean Race. In totaal wordt er zo'n 83.000 kilometer afgelegd, verdeeld over 11 etappes. En de eerste etappe voert van Alicante naar Lissabon. En voor de start in Alicante is er gedoe bij de Nederlandse AkzoNobel-boot. Schipper Simeon Tienpont wordt kort voor de start ontslagen. Hij gaat in beroep en staat alsnog aan het roer van de Nederlandse boot. En in die eerste etappe direct pech voor de Scallywag. Een deel van de giek gaat kapot en er moet met man en macht gewerkt worden om de boel te repareren. Onderweg naar Lissabon meteen mooie plaatjes. Ook mooi is de overwinning voor de Deens-Amerikaanse Vestas-boot. Zij komen als eerste aan in de haven van Lissabon. De kop is eraf. In etappe 2 begint het echte werk. Van Lissabon naar Kaapstad, ruim 12.000 kilometer. En de omstandigheden op de Atlantische Oceaan worden wat grimmiger. Voor het eerst wordt de Evenaar overgestoken. Voor Carlo Huisman van Brunel is het zijn eerste keer en dat betekent het Neptunusritueel, inclusief nieuw kapsel. De etappe naar Kaapstad is een prooi voor de Spaanse Mapfre-boot. Dan etappe 6 van Hongkong naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Ook hier weer de beelden die we van de Volvo Ocean Race gewend zijn. Pittige golven, stevige wind en soms hachelijke momenten voor de 7 boten. En in die pittige stormen is het af en toe koersen op het uiterste randje. Maar er zijn ook momenten van wat rustiger vaarwater. En dat is dan het ideale moment om met de drone gewoon even naar binnen te vliegen bij de boot van Turn the Tide on Plastic. De AkzoNobel zorgt voor het eerst een Nederlandse succes in deze editie van de Volvo Ocean Race. Schipper Simeon Tienpont stuurt zijn AkzoNobel als eerste over de finish in Auckland, Nieuw-Zeeland. De langste en zonder meer allerzwaarste etappe is de oversteek van Auckland naar Itajaí in Brazilië. 7600 zeemijlen, bijna 14.000 kilometer. De AkzoNobel heeft dus al een etappe gewonnen. Die andere Nederlandse boot, de Brunel, staat wat dat betreft nog droog. Het is afzien voor de zeilers, maar het gaat goed met de Brunel, die als een speer gaat. En dan, op 27 maart, komt de onheilstijding. In the early afternoon, UTC, on Monday, Team Sun Hung Kai Scallywag reported a man overboard during leg 7 of the 2017-18 Volvo Ocean Race.
Skipper David Witt's team was sailing in strong gale force winds, with an accompanying sea state of 5 meters, when John Fisher went overboard. John Fisher van de Scallywag is overboord geslagen en zijn lichaam wordt nooit gevonden. De race gaat door, ook dat is de Volvo Ocean Race, en de Brunel is on fire. Vol gas komen ze als eerste bij Kaap Hoorn aan en later ook als eerste over de finish in Itajaí. Weer een Nederlandse overwinning dus. Maar het is wel een overwinning met een heel dikke zwarte rand. De oversteek naar Europa is dan inmiddels gemaakt en de voorlaatste etappe is een sprintetappe van Cardiff naar Göteborg. Voor Brunel is het essentieel dat deze etappe gewonnen wordt, want dan is er nog een kans op de eindoverwinning in Scheveningen. Het is hard werken om de boot op gang te krijgen, want er staat werkelijk geen zuchtje wind. Brunel start slecht, maar dan als de wind komt, dan gaat dat opeens heel hard. Brunel is bezig aan een geweldige inhaalrace. Bouwenbekking, hij perst het uiterste uit de boot en zijn bemanning. En daardoor finisht de Brunel als eerste in Göteborg. 3 boten staan er nu aan kop, met nog 1 etappe voor de boeg. Van Göteborg naar Scheveningen. Ja, en vandaag kwamen de 7 boten dus aan, hier in de haven van Scheveningen. En eigenlijk was al dagenlang de vraag, hoe laat komen de boten aan en vooral wie gaat er winnen? Nou, en al die spanning die zorgde voor heel veel publiek hier bij de finish van die Volvo Ocean Race op Scheveningen. Meneer, is er al iets te zien? Nee, ik zie nog, er zijn zoveel bootjes dat waar het om gaat, die kun je nog niet zien. Zo meneer, hoe is het zo op Scheveningen? Ja, gezellig. Ja, heel gezellig en lekker druk. Ja, ik ben 2 jaar geleden was ik hier ook. Ja, precies hetzelfde, alleen aan de andere kant was dat toen. Toen was de pitstop hier, hè? Nu de finish. Nu was de finish, ja, precies. Ja. Nou, dat heb ik ook al meegemaakt, dus het blijft leuk. Hoe vindt u het zo op Scheveningen? Ik vind het zo gezellig. Ik vind hier een feestje. Nee, ik ben serieus. Maar wij zijn aangenezen, hè? Dus kan je horen, toch? Ja. Hoe vindt u het om hier te zijn, dat de finish hier is op Scheveningen? Erg bijzonder. En vanochtend toch maar besloten om hier echt fysiek te zijn. Bij u hoef ik niet te vragen waar u voor juicht, hè? Nou, ik heb weinig keus, want die vlaggetjes die worden ons om de 5 minuten ongeveer in handen gedrukt. Ja. Maar uiteraard zijn we voor Team Brunel. En waarom? Ja, Nederlands team. Gewoon een goed team. Ja, er is nog een Nederlands team. Ja, ik weet het. Maar toch, deze leeft het meest. Ja. Wat vindt u van het evenement aan zich? Superleuk, super. Ik heb ze 8 maanden gevolgd. Het is echt super. Ja. Het is echt leuk. En ik hoef niet meer te vragen voor wie u juicht, want... Ja. Onder uw voet zit weer een Brunel vlaggetje. Ja, ik heb dit even nodig voor me voor mijn verrekijken, als zie ik het niet. Maar je zit wel in mijn vaarwater. Maar weggaan dan. Ja. Ik heb wel een beetje pijn in mijn benen nu. Ja. Hoe is het die afgelopen 8 maanden allemaal beleefd eigenlijk? Ja, ook constant op de trekken. Er zijn ook fases geweest dat ik minder opgelet heb. Maar met name de laatste 4 etappes is natuurlijk wel weer heel gaaf. Dan Brunel kwam weer opzetten. En dan gaat het weer meer leven. Het was wel even lastig in het begin, toen het wat minder ging. Echte fans uit België. Zeker. Ja. Jij bent een echte volger, hè, van de race. Ja, klopt. Ik heb al verschillende keren de nieuwsjournalen, Daily News noemt het dan, bekeken. En dan kan je altijd zien wie er op ligt, wat ze gaan doen, wanneer wat gebeurt. En vandaag is de dag dat ik naar uitkeek, ja, sinds 2017, want dan zijn ze vertrokken. En ik heb wat vrienden meegenomen. En daarom is het ook zo plezant. En het regent niet, het is ideaal vandaag. Moest je mee of mocht je mee? Ik mocht mee met hem, ja. Met zijn een auto. Het is een auto. Dus, Dit is de Akzo Nobel. Die vinden we voor de kust van Noordwijk. Mapfre in de achtervolging. Nog een van de kanshebbers op de eindoverwinning. Brunel ligt daar ver achter. En zo lijkt het niet meer in de mogelijkheid om die etappe te winnen hier op Scheveningen. Dongfeng heeft iedereen eigenlijk voor het lapje gehouden. Dus zij hebben de koers gevaren vlak langs de kust. En komen als eerste aan in de haven van Scheveningen. Dolle vreugde natuurlijk bij Caroline Brouwer. In haar thuishaven Scheveningen pakt zij de overwinning. Caroline, van harte gefeliciteerd. Dankjewel.
Ja, je zei al van dit moet de etappe van mijn leven gaan worden en dat is het geworden, hè? Ja, ik heb van tevoren gezegd, ik denk dat ik begin aan de belangrijkste race van mijn leven. En ja, dat is het gewoon. Ik voelde het aan de spanningen vooraf. En tijdens de etappe was het ook gewoon super spannend. En we moesten het gewoon doen. En ja, we hebben het geflikt. Hoe bijzonder is het voor jou? Ik bedoel, je bent opgegroeid in Leiden. Je hebt hier nog een appartement in Scheveningen om hier als winnaar over de streep te komen. Ja, weet je, je droomt ervan. Maar pas de laatste 5 mijl naar de finish ging ik het geloven. En zoveel supportboten op het water. Hier in de haven van Scheveningen, zo ongelooflijk veel mensen voor een zeilwedstrijd. Ja, het is een droom die uitkomt. Jullie waren nog met 3 boten in de race voor de eindzegen. Jullie namen een andere route vandaag. Hadden jullie dat van tevoren bedacht? Ja, hadden we van tevoren bedacht. We hebben Marcel van Triest, onze weerman, dat is ook een Nederlander. En die heeft tegen ons gezegd, je moet erin blijven geloven. Je moet langs de Waddeneilanden. Daar ga je je winst nog niet pakken. Je winst komt op het eind, langs de kust. En hij had gelijk, het is gelukt. We hebben het volgehouden en we staan hier nu. Hoe gaat Caroline Brouwer dit vieren? Ja, met heel veel plezier en met heel veel emoties. En ik ga het allemaal laten bezinken. En het gaat nog wel even een tijdje duren. We gaan nog wel even een tijdje feestje vieren. Dankjewel, geniet ervan. Dankjewel. Wat een geweldige ontknoping van de Volvo Ocean Race. Tot op het allerlaatste moment bleef het spannend. De komende week kunnen alle zeiliefhebbers en de mensen die geïnteresseerd zijn in de Volvo Ocean Race terecht hierachter in het dorp om een beetje van die sfeer te proeven. Vanochtend vond de officiële opening plaats. Ja, het is een geweldige dag. De klokboot is net binnengekomen. Dat is de allereerste boot. Die hebben we hier op de kade verwelkomd. En we hebben natuurlijk in de loop van de dag de raceboten, de echte superboten die binnenkomen. En die zijn nu verwikkeld in een hele, hele spannende uitstrijd. Want volgt u het een beetje? Heeft u de app op uw telefoon? Ja, ik volg het heel erg zelfs, want ik vind het heel spannend wat er gebeurt. En ik vind zeilen geweldig. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe het afloopt. En ik vind het spannend. Onvoorstelbaar, het is hartstikke druk en we zetten Den Haag hiermee internationaal op de kaart. Ja, en dit evenement willen we graag vaker naar Den Haag toe halen. Dus daar gaat ook deze week de lobby voor beginnen. Zowel de burgemeester als ik, zei de gek. En natuurlijk ook de koning die vrijdag komt. We willen echt dit evenement verder uitrollen. Is goed voor de economische spin-off van Den Haag. Ja, en we zijn heel trots dat zo'n sportevenement onze mooie stad aandoet. En Scheveningen en Topstelhaven op de kaart zet. Ja. En waar moet ik dan aan denken als je zegt van we willen dit vaker doen hier? Nou ja, 2021 bijvoorbeeld, of een start of een tussenstop. Nou, daar moeten we over gaan praten. Natuurlijk is een finish ook nog een keer mooi. Maar in ieder geval dat Volvo Ocean Race vaker Den Haag en Scheveningen gaat aandoen. Ja, dat was dus het officiële gedeelte. De komende week laten we u eigenlijk bijna alles zien van wat er hier in dat racedorp te beleven is. Maar we hebben voor nu vast een klein kort voorproefje gemaakt. There's nothing in this world that I've ever needed more. Ja, het is de hele week feest hier op Scheveningen en wij zijn er natuurlijk de hele week bij. We hebben natuurlijk allemaal de beelden gezien van de Volvo Ocean Race. Boten die helemaal schuin hangen in een keiharde wind of boten die misschien wel wachten op een zuchtje wind. En zeilers die afzien.
Maar wat betekent het nou als je als zeiler meedoet aan die Volvo Ocean Race? Gert-Jan Poortman heeft 3 keer meegedaan en hij kan ons precies uitleggen wat zo'n Volvo Ocean Race nou inhoudt. Ja, de Volvo Ocean Race is de ultimate zeilrace. Het is te vergelijken met de Mount Everest. Het is ook te vergelijken met de Formule 1. Het is een hele mooie combinatie van die twee dingen. Het avontuur, de lange tocht naar de top, hè, over de oceaan naar de volgende haven, dat is Mount Everest. Maar de Formule 1, het tunen en de boot op snelheid krijgen en het continu maar werken, 24 uur per dag, dat is Formule 1. En als je slaapt dan race je en als je wakker bent dan race je soms wel 26 tot 27 dagen aan een stuk. En dat is de Volvo Ocean Race. Ja, wat het belangrijkste is dat je op absoluut wereldniveau kan zeilen. Dat, uiteindelijk gaat het daarom. Hè, het zijn de elementen, de zeilen en de boot die je hard moet laten gaan. Maar je moet natuurlijk ook wel sterk in je schoenen staan om daar dag en nacht alles te kunnen geven. En nog ook wel de gevaren te kunnen doorzien en daarmee kunnen dealen. Hè, we hebben soms golven van 30 meter hoog, duizenden liters water die 's nachts over het dek heen gaan. En dan moet je de rust maar kunnen bewaren. En dat moet je samen met je team kunnen doen, door dik en dun, als het tegen zit en als het mee zit. En ja, je karakter is daar ook wel heel erg belangrijk in. Het belangrijkste is eigenlijk dat je tot 10 kan tellen. Wij zijn op de oceaan alleen maar bezig om onze emotionele gesteldheid horizontaal te houden. Dus als we winnen gaan we niet lopen juichen, als we verliezen gaan we niet huilen. Als je daarin gaat, ga je ook naar beneden. Dus de hele 26 dagen van zo'n etappe hou je rustig. En als je pijn hebt, dan hou je het bij je. Als je geïrriteerd bent, dan hou je het bij je. En continu heb je maar één ding, focus op winnen. Ja, de mooiste herinneringen zijn etappes winnen. We hebben 2 etappes gewonnen. En voor mij was het ook wel het ronden van Kaap Hoorn. There she is. Fantastic day, Cape Horn. Speechless. En Kaap Hoorn is voor ons de top van de Mount Everest. Als je rond de wereld zeiler bent, oceaanzeiler, je hebt eigenlijk niet rond de wereld gezeild als je niet rond Kaap Hoorn bent gegaan. Dus dat hebben we afgetikt. En dat was een fantastisch mooie dag. Licht, we konden hem zien. Een mooi zeil weer. Dus dat was heel mooi. En dat was het voor vandaag. Een prachtige eerste dag hier op Scheveningen. De Volvo Ocean Race zit er nu op. Maar hier op Scheveningen gaat het gewoon nog een week verder. En wij zijn er de hele week voor u. U kunt het ook allemaal volgen via onze website en onze social media kanalen. Morgenmiddag om 5 uur, dan zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.